naar mijn intuïtie luisteren. Van oké, okay, als het niet goed voelt, dan stop ik. Ik stop echt. Dus ja, ben ik bij Dichtbuis gaan werken, bij een ander uitzendbureau. Want daar kreeg ik de mogelijkheid om een dag minder te gaan werken. Maar dan was het helemaal klaar. Maandag was het mijn eerste officiële werkdag en donderdag heb ik mijn ontslag ingediend. Want ik kon niet meer. Ik ga het nu echt doen. En mijn moeder en mijn vrienden, de mensen om me en mij nog gingen helemaal gek. Want iemand met gezond verstand stopt niet zomaar met je werk. En dat je dan fulltime voor jezelf iets gaat doen en dan zonder geld. Maar ik had zoiets van, ik ga het doen. Ik heb een diploma. Als het fout gaat, dan ga ik gewoon lekker werken. Ik ga het gewoon doen. Dus dat was dan de start van Eagle Eye Careers. Eagle Eye Careers is een bemiddelingsbureau waar ik dan mensen hier in Nederland bemiddeld die in het Caribisch gebied willen gaan werken. Dus dan doe ik dat, omdat ja, ik kom uit Curaçao, ik ken het hier en ja, ik heb een HR-achtergrond, dus allemaal met elkaar matchen en je kan het gewoon.